We hebben het er straks nog eens overlopen en we zien bij Union uiteraard dat er één wisselende ploeg is. Dat is Sykes inderdaad voor Burgess die geschorst is. Voor de rest dezelfde 10 andere namen. Wordt het de linker of de rechter? De linker. Weg daar aan de bal. En dan Boniface ook meteen de save van Toele op de vuisten van. Dat is dan zeer die bijschilder weinig hoor. Dries Wouters. De man die uit de doden is opgestaan bij KV Mechelen. Goeie tik hoor van Da Cruz. Mee doorgaan. Een gooi moet scoren. Een gooi scoort ook. Hij is snel. Goeie dribbel en plots alles open. Ja, alles naar boven. Boulevard. Union een beetje te... Ja, 0-1. Je voelde gewoon dat ze die druk opvoerden, maar dan bij de eerste tegenstoot ligt daar alles helemaal open centraal. En dan profiteert Mechelen met een gooi van dat moment om meteen de score te openen. Ook al zit Maurice erbij. Meteen vanaf het moment dat ze die bal onderscheppen, zie je ze met 3-4 mensen naar voren trekken bij Mechelen. Boniface achtervolgt. En met z'n drie erop. Adingra. En dit is Lapoussin. Oh, Lapoussin. Hij scoorde donderdag en hij scoorde hij ook met zijn rechterknal binnen. Lapoussin, 1-1. Ja, onhoudbaar, hè? Onhoudbaar voor Yannick Toele. En die weet dat. Kan je niks aan doen. Perfecte trap. Feest die zich doodliep. En dan Adingra, zoals we hem kennen, naar binnen komen en eventueel proberen uit te halen. Maar de bal te ver van de voet. En dan profiteert eigenlijk Lapoussin van die situatie met Adingra om de bal op te pikken. En uiteindelijk de bal gewoon in één tijd binnen te jassen. Ja, onhoudbaar, stevig. Net onder de winkelhaak. En alles ter doen voor KV Mechelen. 1-1 na nog geen 10 minuten. En ze scoren bijna allemaal. Er staat daarna geen speler op het veld. Al heel belangrijk. Een wippertje, mooi. Nu nog bespeelbaar maken. Lienen. Krijgen we? Penalty. Hij geeft een penalty. Ai. Dat is... bespeelbaar. Die opwipper, kijk. Nou, nee, en neemt hem goed mee. Mee in één beweging en dan komt hij nog eens naar binnen en dan is er inderdaad Verstraten. Berry Verstraten, ja. Die daar iets te makkelijk, te gretig hapt. Over de bal tegen zijn been. Wel een goede actie van Linnen. Hè. Sowieso die aanname in één tijd naar binnen en dan nog eens die kap. Ja, neemt zijn been mee. Man tegen man. Toele, Tema. Tema Toele. Daar komt hij. Hij trapt hem losjes binnen. Centraal Toele was een eind weg. En Union staat 2-1 voor. Ja, de man met rechtdoor, de zuivere traptechniek. Maar je ziet toch dat hij niet kiest voor een hoek. En gewoon de bal door het midden trapt. En de keuze laat aan de doelman om een hoek te kiezen. Die gaat naar rechts. En de bal blijft gewoon centraal. Is dat geen risico? Dat is altijd een risico, maar hij is hard. Hij is... Maar hij is rechtdoor. Stel je voor, de landskampioen die bij de laatste vier. We gaan de voorzet bekijken, want daar is Union weer. Boniface. Nieuwkoop. Oh, paal. Ze komen en ze blijven komen. Nog eens. De voorzet. De kans van daarnet. En daar zijn ze dan toch. Nieuwkoop vertrekt hier op rechts. Tema is mee. Adingra. Wat gaat hij doen? Die gaat er doorwandelen? Nee. Tema. Passing. En dan het schot. Ja, naast. Leek je even binnen. Maar. Weer Lapoussin. De inworp hier aan de zijlijn. Uiteraard aan de zijlijn. La Vallée. Kan man niet goed terugkrijgen. We gaan ermee stoppen, zegt Erik Lambert. De 3 punten zijn binnen. En de mensen in de tribunes kennen natuurlijk ook de uitslagen.